bij vlog 101. Allemaal hele leuke reacties gehad op vlog 100. Heel veel hele leuke bestellingen gehad ook. Dus deze week iets rustiger aangedaan, want ik ben heel erg druk met leren. Wat ik dus al later in de vlog ook vertel. Ik heb tussendoor weer wel filmpjes opgenomen. Maar deze week stond natuurlijk in teken van leren voor mij. Het ontvangen van heel veel lieve reacties op mijn vlogs. En in het teken van de launchparty van Image Skincare. Voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met Image Skincare. Ieder jaar rond, meestal is het iets eerder, rond april, mei, komt Image Skincare met de lancering van nieuwe producten en van de zomersets en dat soort dingen. En dit jaar was het dan ietsjes later. Normaal is dat een heel groot event met op echt Amerikaanse manier, met groot feest en dresscode en muziek en echt super leuk allemaal. Alleen ja, dit jaar door de corona kon dat niet doorgaan. Het is nu vrijdag. Ik neem jullie sowieso deze week helemaal weer mee in wat ik de week allemaal aan het doen ben. Maar ik wil jullie natuurlijk ook de nieuwe producten laten zien. Maar ik heb ook iets speciaals. Aanstaande dinsdag om 8 uur 's avonds ga ik live op Facebook, Sense for Beauty en Feed pagina. Dus niet mijn skincare specialist, maar echt de Sense for Beauty en Feed pagina. Dan lanceer ik de nieuwe producten. Ik ga ze nu ook even kort en bondig uitleggen. Maar dan ga ik ze uitgebreid onderbouwen. Maar wat heel erg leuk is, wat je dus kan doen. Je kan dus een kitje voor €20 bestellen. Dit kitje bevat, ik laat het eventjes aan jullie zien. Nu 4 producten. Er komen er dit jaar ietsjes meer, maar ik heb er in ieder geval 4. 2 van deze zijn al uit, alleen nog niet helemaal onderbouwd. En dit zijn 2 gloednieuwe producten. Deze bestel je dus voor €20 in de webshop. Die krijg je in de envelop toegestuurd. En tijdens mijn mini lunchparty, mijn webinar, het is dus online, even voor de duidelijkheid. Kan je dan de producten ervaren? Want ik onderbouw ze natuurlijk. Ik leg ook uit iets over de structuur en over wat het doet. Hoe mooi is het als je het dan ook bij de hand hebt. En je betaalt dus gewoon een normale prijs voor de minis. Dus dan kan je natuurlijk op een hele leuke manier meekijken. Hij staat onder aanbiedingen in de webshop. En dan sturen wij hem gewoon naar jou toe voor dinsdag uiteraard. Dus bestel op tijd zodat ze maandag de deur nog uit kunnen. Anders krijg je hem misschien te laat binnen. Dat zou wel heel erg jammer zijn. Ik ben nog eventjes aan het kijken. Want als er te veel zijn die niet op Facebook zitten. Dan is er een hele grote kans dat ik ook donderdag om 8 uur nog op Instagram live ga. En dan op de skincare specialist pagina. Dus je kan gewoon een kitje bestellen. En wil je nou toch liever donderdag op Instagram kijken. Laat het mij dan eventjes weten. Dan doe ik gewoon 2 keer die webinar. Dus dat is hartstikke leuk. Oh, het is maandag 15 juni. Dat betekent dat ik nu mijn vaardigheid elektrisch epileren straks heb. Ik moet er zelfs over nadenken wat ik ga doen. Mijn vaardigheid elektrisch epileren heb ik straks. Het is nu 11:15. Ik ga eigenlijk ietsjes te laat weg. Want ik wilde eigenlijk om 12 uur in Noordwijk zijn. Nou, dat ga ik net niet redden. Maar geen ramp. Ik heb op zich alle tijd. Ik heb namelijk om 1 uur mijn toets. Dus ik ben echt reuze benieuwd. Ik heb net nog het een en ander doorgenomen. Maar ja, weet je, ik zie het allemaal wel. Ik ga het gewoon maar doen. We moeten toch proberen. En we hebben bijna geen praktijkles gehad. Ik heb een paar klantjes in de salon gehad. Ik ben natuurlijk wel heel erg gewend om dat fijne werk te doen. Dus laten we maar het beste hopen. Ik heb trouwens hele leuke reacties gehad op mijn 100ste vlog. Super leuk van jullie. Bestellingen een hele hoop gekregen. We moeten echt allemaal dingen nog bestellen om op tijd nog binnen te hebben. Dus dat komt ook allemaal goed. En nou ja, dat dus. Ik ga nu snel naar Noordwijk rijden. En dan horen jullie wel van mij hoe het gegaan is. Nou, ik ben weer in de praktijk.
Ik heb het niet gehaald. Nee, ze waren van mening dat ik een paar keer door had geprikt en dat de haar niet goed losliet. Nou, ik was ook echt super zenuwachtig. Dus we doen hem gewoon nog een keer over. Maar ik kom in de praktijk. En het is er dus allemaal uitgesloopt. Hier stond dus een heel groot aanrechtje. Dus ja, het is nu gewoon een enorm toiletruimte, een fonteintje. Dus geen idee waar mijn man gebleven is. Maar betreft mijn toets. Het komt allemaal goed, maar ik doe het later nog een keertje over. Dus ik ga even kijken waar mijn moeder gebleven is. Zo, nou, ik heb wel nog een beetje een kater van gisteren. Het is nu dinsdag, dus ik heb nog wel een beetje dat ik denk... Ik vind het nog een nederlaag dat ik het niet gehaald heb. Ik weet dat het goed komt, maar toch is het gewoon niet leuk. Maar oké, ik ga nu naar het nichtje van moeder. Ik heb hele mooie werkshirts, gewoon grijze t-shirts. En die gaat haar man stikken. Dus op de rug komt dan Sense for Beauty and Feet. En op de borst komt onze naam te staan. Superleuk! Dus eindelijk waren de shirts binnen. Dus een hele hoop bestellingen gaan vandaag de deur uit. Sommige morgen pas, want de beauty pillows komen morgen pas binnen weer. Dus we hebben nu echt een voorraad aangenomen. En de houders van de wattenschijfjes, de wasbare wattenschijfjes, waren ook op. Dus mensen die een bestelling hebben geplaatst, morgen gaan die eruit. Als het goed is, komt alles morgen binnen. Op beauty pillow moeten we natuurlijk altijd een beetje hopen dat dat goed komt. Oh, kijk, ik heb hele vieze handen. Ik heb het magazijn net een beetje opgeruimd. Het was de bedoeling namelijk dat ik vandaag zou gaan leren de hele dag... Maar toen had ik toch nog een klant deze ochtend aangenomen. En nu heb ik besloten dat ik heb dus opgeruimd. Het is nu 11:50. Dus ik ga even die shirts afgooien bij het nichtje van mijn moeder. Dan ga ik naar huis. Dan ga ik de hele middag leren. Dus en dan donderdag ga ik ook nog in stukjes dan wel in de praktijk leren. Maar Menno gaat straks klussen nog in de salon. En mijn moeder heeft klanten. Dus ik weet dat ik me dan niet kan concentreren. Dus ik ga lekker thuis. Op de bank, althans op mijn welbekende bank bij de eettafel zitten. En dan ga ik lekker leren en ik ga filmpjes kijken en hoorcolleges. Want maandag heb ik een hele belangrijke toets. En de 29e mag ik dus opnieuw meedoen met elektrische epilatie. Ik krijg nog mijn feedback, dus dan weet ik waar ik op moet letten. Dan komt het helemaal goed. Dus ik ga nu proberen echt te knallen voor die toets van aanstaande maandag. Want we hebben natuurlijk maar één kans. Dus... Thumbs crossed. Ik ga weer gauw verder. Zo, goedemiddag allemaal. Het is woensdag. Ik moet echt iedere keer nadenken deze week. Ik weet niet wat het is. Misschien komt dat wel door dat examen wat ik heb gehad. Maar ook omdat ik gewoon zodra ik vrij ben naar huis ga om te leren. Gisteren dus de hele dag heb ik geleerd. Of de hele middag. En het is nu 5:30. Mooie tijd. En ik ben aan het koken. Hello Fresh, wat gaan we vandaag eten? Mediterraanse rijstschotel met koolvis en olijven. Mmm, yummy. Ben ik gek op. Wij hebben vanavond zometeen om 7 uur de lunchparty van Image Skincare. Superleuk natuurlijk, alleen... Ja, weet je, heel eerlijk. Henny en ik zijn meer van de echte feestjes dan van online feestjes. Al maken we er natuurlijk altijd samen wel een feestje van. Maar het is wel jammer. Maar het is niet anders. We zijn alsnog heel erg blij dat het alsnog doorgaat. Want ja, weet je, nieuwe producten zijn altijd leuk. Ik kan wel even laten zien. Even achter. Ja. Annie Miepe, kijk. Dit is dus het doosje die we hebben binnengekregen. Alleen, we hebben er maar één binnengekregen in plaats van twee. Over de nieuwe innoviteiten. Kijk, daar zit dus in. Een nieuw product. Van de Prevention lijn is dit een lip enhancer. Er zit een pen in, boekje van een nieuw product. En hier zitten dus de nieuwe producten in. Kijk. En ik zie al. Eentje die weten we al. Een paar weten we al, maar in ieder geval zitten een paar nieuwe. Dus dat hebben we vanavond, hebben we de lancering ervan. Superleuk. Dus Henny komt zo hierheen. Die komt zo... Die komt zo hierheen, omdat haar pakket dus niet gebracht is. Dus echt super jammer. Maar nu gaan we het gewoon gezellig samen verzoeken. Want dat mag nu toch met die corona. We lopen de hele dag om elkaar heen.
Nou, verder vandaag heb ik, of gisteravond eigenlijk, heb ik al mijn feedback gekregen op dus mijn elektrisch epileren, wat ik niet gehaald had, natuurlijk. Het was echt puur het spannen van de huid. Dus daardoor konden zij het niet goed zien, daardoor heb ik het mezelf moeilijk gemaakt. Kans verslagen is kleiner, dus het was gewoon niet goed. Het is duidelijk, het is oké. 29ste mag ik alsnog weer... weer mijn examen meedoen om 2 uur. Dus duim voor mij. Het duurt nog 2 weken. Dus ik help jullie echt nog wel even herinneren. Ik moet even kijken wat ik al moet doen. En verder. Vandaag had ik een bijwerk van de wenkbrauwen. Maar die mevrouw die heeft een verdacht plekje op haar hoofd. Dus daar moet ik nog eventjes een DTH-formulier voor invullen. Want die wil ik toch doorverwijzen naar de huisarts. Want dat was echt geen fraai plekje. Daar heb ik echt zelf echt totaal geen goed gevoel bij. In de haargrens. Dus daar ga ik eventjes een verwijsbriefje voor die mevrouw voor maken. Dan kan ik die naar de huisarts toesturen of in de brievenbus doen even. En ik had een nieuwe klant. Die kwam even voor wenkbrauw epileren verf. Want die mevrouw houdt niet van make-up dragen. Maar ze vindt het ook een soort van kalig zonder. En nu zag ik net dat ze online een permanente make-up behandeling heeft ingeboekt volgende week. Superleuk natuurlijk. Maar ook weer positief. Maar wat heel leuk was, was mijn andere klant die ik vanmorgen had. Een hele lieve klant. Kwam eerst altijd in Lissebroek. Zij kwam vandaag naar Noordwijk voor lekker voor het gezicht. Haar zus komt ook bij mij. Ook super lief mens. Zit echt in de familie wat dat betreft. En die kwam dus gewoon met een bos bloemen en 2 van die kurken. Ja, het moet op een grote postzegel lijken, maar het is van kurk zo groot ongeveer. A5 denk ik. En daar stond, nou ik laat het even zien. Dat heb ik dus gekregen en ik vond het echt zo lief. Gewoon, ik zeg maar, voor is dat dan? Nou ja, omdat ik weer bij je ben na een lange tijd. Volgens mij is ze ergens februari voor het laatst of zo geweest. Dus zeg ja, omdat ik een lange tijd niet geweest ben. En om de hele corona gebeuren. En omdat je onderste vlog was. En omdat je gewoon een leuk mens bent. En deze bordje past gewoon bij jou. Nou, het is gewoon omdat ze me waardeert. Nou, vind ik zo lief. Vroeger kon ik daar echt niet mee omgaan. Maar ik hoor het nu wel wat vaker. Niet dat ik eraan gewend raakte. Dat klinkt ook arrogant. Dat zo bedoel ik het ook helemaal niet. Maar het is wel, ja, weet je, soms moet je gewoon dankjewel zeggen. Heb ik al heel vaak in de training te horen gekregen van mensen die me helemaal niet kennen. Die zeiden, joh Sabrine, je kan ook een keer gewoon dankjewel zeggen. En je hoeft niet altijd als iemand zegt, wat heb je een leuke broek, te vertellen. Hij was maar 10 euro. Of hij was in de uitverkoop. Ken je dat? Dat je dat stiekem als iemand jou een compliment geeft, dat je het... eigenlijk een beetje probeert af te zwakken. Zo van, oh joh, valt allemaal wel mee. Is allemaal niet zo bijzonder. En dat is misschien wel vrouw eigen, denk ik. Dus ik ben wel benieuwd of jullie dat ook wel herkennen. Dat je dan denkt van, als iemand je een compliment geeft van, wat staat dat leuk. Oh ja, heb ik al jaren in de kast. Of, oh ja, weet je wel, was maar 10 euro. Of ja, weet je wel zo. Dat is wel echt een beetje een vrouwending. Maar ja. In ieder geval, wij hebben dus straks lekker een webinar van 7 tot 8:30 ongeveer. Ik ga natuurlijk deze week, of deze vlog sowieso, dat jullie zitten te kijken, ga ik delen welke nieuwe producten er zijn, wat ze doen. Dus dat natuurlijk sowieso. En daar hangt misschien een aanbieding aan, maar dat kan ik nu nog niet zeggen, want ik weet helemaal niet of de dingen allemaal al leverbaar zijn. Dus dat komt allemaal nog wel goed. En ik ga nu gauw verder met koken. Want als Menno zo thuis komt, gaan we eten. Want het begint natuurlijk al om 7 uur. Dus we gaan het zien. Dus nou, tot later. Zo, nou, we hebben de hele webinar hebben we gehad. 1,5 uur, iets meer zelfs nog. Wel super leuk, vind ik zelf. Ik vind hele interessante producten. We zitten al even te kijken of we een soort eigen lunchparty kunnen houden. Maar er komen in ieder geval hele mooie producten bij. Zoals een beetje dan moet ik het even goed nadenken, een botox-achtig product. Dus voor het voorhoofd en rond de ogen.
Geen injectables natuurlijk. Nee. En een filler-achtig product meer voor dit en dit, zeg maar. Zo, dat. Niet zo, joh. Oh. Het is gewoon wat het is. We hebben een nieuwe lip enhancement. Ja, weer één. Maar deze is ook perfect voor mannen. Zijn we achtergekomen. We moesten even nadenken hoe dat dan aanvult. En we hebben de preventions nu al mogen testen. Maar de hydraterende was er natuurlijk al. En de getinte. Die nieuwe verpakkingen. Ik moet even met licht een beetje die. Alleen die is er ook in SPF 50. Maar deze en de lip, die komen pas in september of zo, geloof ik. Dus daar gaan we niet al te veel over vertellen. Maar we willen dus een mini launch party over die de Max producten. Dus de Wrinkle Smoother en de Gel Crème. En we hebben dan die twee prevention varianten, die 30's. Dus we gaan even kijken of we dat in een of ander mooi vat kunnen gieten. Dat we zelf een webinar kunnen geven met een mooie korting. Maar ik vond het in ieder geval. Wat vond jij het mooiste product? Het mooiste product? Ja, de Max, de crème natuurlijk. Hè? De filler. Ja, die, de filler. Ja, die vond ik ook wel interessant. Maar ik heb heel erg die hier zo, die... Dit wel. En die slaaplijnen, die twee dingen. Als je een beetje naar achter gaat, ziet niemand het. Nee, maar ja, ik laat het gewoon zien. En die, dat vind ik wel interessant. En ja, ik heb dit valt nog wel mee, maar Menno heeft hier dan ook zo'n dingetje. Dus misschien kan ik die wrinkle smoother daarin stoppen. Ik zie er een beetje smoeselig uit, maar ik zit al te worstelen letten met iets in mijn oog. Dus het ziet er een beetje gekkig uit. Dus we zijn ermee bezig. We komen erop terug. Maar ik vond het nu in ieder geval... Het was geen lunchparty met muziek en awards en... Mooie kleding. Mooie kleding inderdaad met een dresscode. Nee. En gezellig en een mooie locatie. En het was rosé in plaats van prosecco. Ja. Ook teleurstellend. Maar ja. Oké, moeten wat. Dus wij gaan nog heel even een paar minuten verder met onze lunchparty hier bij onszelf. Voor, maar die moet natuurlijk rijden. Dus en dan horen jullie later in deze vlog hoe we het vorm gaan geven. Maar het is nu woensdagavond. Dus ik ga even kijken of ik ook van die leuke boxjes. Maar dan kan iedereen, in ieder geval wat mijn idee is, dat iedereen zich kan inschrijven voor de mini launch party. Ik denk iets van op een donderdagavond of zo. Kijken hoe snel ik de producten krijg. Dat jullie een kitje moeten aanschaffen dan, dat wel. Hè? Want we betalen zelf ook heel veel voor die minis. Dus ik ga even kijken wat ik kan regelen met Image Skincare. Nou, dat komt in de vlog misschien. Zonder. Dat komt later in deze vlog inderdaad nog. Dus blijf kijken. En dan kan je je aanmelden. Daar ga ik in ieder geval mezelf proberen hard voor te maken. En dan ga ik gewoon jullie een mini lunchparty met mooie korting natuurlijk geven. Dat gaan we gewoon doen. Of Image het nou wil of niet. Dus, fijne avond. Wij gaan even afsluiten verder. Doei. Doeg. Nou, komt er weer iemand langs om even een cadeau rond te halen. Ik krijg gewoon weer bloemen. Het is toch allemaal wat. Al die gekkies. Een mooie tas met wat kleding nog voor mijn kleine man. Maar ik heb gewoon weer bloemen. Maar die neem ik lekker mee naar huis. Dus dan laten we deze mooi staan. Het is toch wat. Ik heb trouwens net, wat wel heel leuk is, ik heb een ledmasker eindelijk binnen. Die ik van iemand kon overnemen. En die heb ik net toegepast bij een van mijn klanten. En wat is nu het voordeel van LED? Is LED heeft allemaal een eigen diepte. Iedere kleur heeft een bepaalde diepte en een bepaald bereik.
Zo doet rood bijvoorbeeld, die gaat de diepte in, die maakt collageen aan. Groen kalmeert heel erg lekker de huid. En blauw, en dat is eigenlijk degene die ik ook heel erg mooi vind, doodt de acnebacterie. Althans, dat zorgt voor heel veel zuurstof in de huid, wat natuurlijk super fijn is. Maar de acnebacterie, de P. acnes, is een anaerobe bacterie, zo heet dat. Dat is een bacterie die houdt niet van zuurstof. Als je de zuurstof in de huid brengt, dan gaat hij zichzelf vergiftigen. Supermooi natuurlijk. Het is helaas niet iets wat als je dat één keer doet, dat die hele bacterie doos. Want die komt gewoon natuurlijk weer nieuw opzetten als er genoeg talg in het milieu voldoende is. Maar op dat moment doet het heel veel. Dus wat ik gedaan heb, ik heb de huid eerst helemaal voorbehandeld. Met een speciale milde soort prep die toch antibacterieel is. Daarna heb ik de huid volledig uitgereinigd. Daarna heb ik dat masker er dus opgelegd om de huid te kalmeren en voor die acnebacterie. Ik heb dan een flash gebruikt, dus dan wisselt die continu van kleuren. En vervolgens heb ik dan het serum aangebracht en de dagcreme. Super lekker. En de rode die kunnen we dus toepassen op het moment dat we bijvoorbeeld anti-age gaan werken met kneeling. Dan doe je gewoon eerst even dat masker erop. Eventjes die collageen alvast stimuleren en daarna kneelen. Super mooi, super leuk. Dus een nieuwe item bij ons in de praktijk. Maar ik reken er geen extra voor. Het is echt een extra voor de behandelingen. Nog beter resultaat, dat is wat we willen. Oeh, daar komt de post binnen. Kijk. Even kijken hoor. Nou, even kijken. Dat staan koorprijslijstjes van de laser. Oh, ik ga mijn moeder de lunchpartybox binnen. Oké, maar hier zitten dus... Ik ga jullie even neerzetten hoor. Oh, even kijken. Hoe ga ik dat doen? Ah, ik weet even niet hoe ik dat moet doen. Zo. Zo, sorry. Oh ja, dat is een doos met dozen erin. Dat is ook zo leuk. Dat is een display. Zal ik die aan jullie laten zien? Check this out. Kijk dan. Gaaf hè? Heel, heel, heel mooi. Maar we willen natuurlijk wel alles zien. En kijken of we hier met de verkeerde zijn. Oh nee, we hebben... Kijk! Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Later meer. Kom zo weer terug. Doei! De nieuwe producten. Nou ja, ik vertelde het net al. Dit zijn natuurlijk de hydrating en de tinten. Dit zijn de nieuwe verpakkingen, maar niet alleen dat. Deze bevatten hele hoge percentages minerale filters, zinkoxide. En er zit een bepaald alg in. Het zit een, dat heet de Aging Daily Defense. Ja, ik moet even kijken, want ik vergeet altijd. Oh nee, de Digital Aging Defense. Dat heeft te maken met blauw licht. Daarin zijn ze echt heel innovatief bezig. En deze beschermt je dus ook tegen de LED-panelen en de LED-schermen, de LED-lampen. Hij smeert voor sommigen iets minder prettig. En daarvoor kan je heel goed de ACE-serum of de Hyaluronic Filler erin doen. Dus die, ja, deze toppers, ja, ik ben er gewoon super blij mee. Speciaal daarom zijn deze twee deze week met 10% korting. Dus je kan zeg maar naar de webshop gaan en dan kan je kiezen of je de getinte wil of dat je de gewone hydrating wil. Deze is dus de komende week met 10% korting te vinden in de webshop. Ik leg het dus met de lunchparty duidelijker uit. Dan laat ik jullie nog een product zien die er nu nog niet is. Deze komt in september. Dat geldt dus voor deze in de SPF 50 variant. De 32 blijft nog even in zijn eigen huidige verpakking. De 50 komt ook per 1 september in een vernieuwde samenstelling. Maar daar kom ik later op terug. En deze komt daar ook bij. De Prevention SPF 15 Lip Enhancement. Dan kan je misschien denken, nog een lip enhancement erbij. Waarom? En ga zo maar door. Het is inderdaad een SPF 15. Het voordeel is dat deze alleen een minerale filters heeft. En de MD bijvoorbeeld, die heeft ook chemische filters. Anders kan je er namelijk geen doorzichtige verpakking van maken. Want fysisch is natuurlijk
met een wit laagje wat reflecteert. Dit is dan ook een witte lipbalsem. Maar wat het voordeel is, hij trekt in de huid. Het is een UVA-beschermer. Hij trekt helemaal in je huid en hij zorgt er dan vervolgens voor dat je dus een fysische reflectielaag erop hebt. Hij is perfect voor de mannenhuid. Waarom? Mannen houden natuurlijk niet van een glimmende lipgloss. En dat heb je natuurlijk met alle andere lipproducten wel. Dus hou jij niet van de gloss, dan is dit uiteindelijk een heel mooie verpakking. Maar ik ga daar niet te veel over uitweiden, want hij is er pas in september. Natuurlijk zijn er twee die je misschien al voorbij hebt zien komen. Namelijk twee producten van de MAC lijn. De prachtige zilveren lijn. Dit is, wat het al zegt, de maximale lijn van Image Skincare. Op basis van appelstamcellen. Hij beschermt de huidige stamcellen die we hebben. Tom heeft de salonverpakkingen vast. Heel goed, Tom. Mijn assistent. Nou, dit is de contour gel. Ik laat hem even zien. Hij zit in een prachtige pot. Een airless verpakking. En er zit dan een beschermdop op. Dit is nog een verkoopverpakking, dus ik kan er verder niets laten zien. Deze contour gel crème, moet ik erbij zeggen, is gemaakt... Lekker ding. Is gemaakt voor dit gebied. En dat werkt als een filler. Dus hij vult deze huid op en verstevigt het daardoor. Dus het is echt voor deze contour... Nogmaals, tijdens mijn lunchparty ga ik hem uitgebreid uitleggen. Maar dit is dus een alternatief voor een filler. Het is echt wetenschappelijk onderbouwd. De resultaten zijn echt fantastisch wat ik gezien heb. Al binnen 2 tot 4 weken zie je al resultaat. Dus dat is al een hele mooie. En dan hebben we deze. En ik vind hem de verpakking echt te gek. Kijk, moet je kijken. Ik doe het even zo. Zien jullie dat? Die mooie gouden balletjes. Nou, dit is dus, daarom stond het ook heel mooi op de brochure. Dit is de nieuwe Wrinkle Smoother. En het is een soort pen, zoals jullie zien. Wat doet deze? Dit is dus een werkelijke botox. Oftewel, dit gebied, wat heel vaak gebotoxd wordt. Dus deze fronslijnen en die bij de ogen, deze, worden dus normaal met botox behandeld. En dit is dus een ware alternatief voor de botox. Het is een hele nieuwe technologie. En al die balletjes is dus... Het is een olie in water technologie. Het is echt super interessant. Hij zit dus, wat Tom al aan het laten zien is, in de minis. Dus daarmee kan je natuurlijk ook het zelf ervaren. Kan je de structuur goed zien. En dit zijn natuurlijk ontzettende mooie uitbreidingen. Hoe en wanneer pas je dit nu toe? Ik kan daar heel kort over zijn. Het is een optimizer, dus het is een extra. Dus je moet het zien dat je deze tussen je serum en je oogcreme en dagcreme of oogcreme en nachtcreme toepast. Dus je reinigt de huid, je brengt een serum aan, dan wacht je eventjes, vervolgens breng je de contour gel aan en of de wrinkle smoother. Die laat je heel even zitten. Vervolgens breng je natuurlijk netjes je oogcreme aan. En dan de dag- of de nachtcreme. Ik ga er echt heel uitgebreid over vertellen in mijn webinar. Dan komen ze natuurlijk ook met een mooie actie. Maar dit is wat het nu voor deze week is. Deze week heb ik dus alleen de SPF 30's met 10% korting in de actie. Deze producten ga ik jullie uitgebreid uitleggen. Je kan dus nu de producten, dat mini kitje in dat zakje, kan je dus bestellen. Dan krijg je hem in de brievenbus en dan ga ik jullie alles uitleggen over deze nieuwe producten. Voorzichtig, Tom. Ik kan wel eventjes laten zien de producten. Zo. Even vullen. Zo, kijk. Als jullie zien, hij is wit, maar het is echt een gel crème. Want als ik hem uitsmeer, dan is hij heel gelachtig. Hij is echt super lekker. Hij blijft een soort van in eerste instantie op de huid liggen. Maar als je dan geduldig wacht, dan ineens zit hij erin. Nou, hij ruikt heel lekker. Hoe vind je hem ruiken, Tom? Ruik eens. Ruik hem, mama's hand. Vind je hem lekker ruiken? Ja, hè? Hij ruikt hartstikke lekker. En dit is dus die mooie gouden verpakking. Ik weet niet of er nog een folietje in zit trouwens.
Zo, oh nee, daar komt hij. Nou, ik weet niet of het op het filmpje te zien is. Dan zie je dat er een beetje een geel bolletje in zit. En dat zijn dus die oliebolletjes, die werkbolletjes die erin zitten. En die ja, vullen dus die rimpels als het ware op. Dus ik vind het echt zo'n onwijs leuk product. Het is echt zo gaaf. Dus ik hoop dat ik jou natuurlijk zie dinsdagavond. En bij Te Weinig Vraag uiteraard, of meer vraag bedoel ik, op Instagram. Dan ook de donderdag. Het is nu vrijdag. Ik ga nog onwijs hard leren dit weekend. Want ik heb maandag dus die enige kennistoets die ik heb. Ik heb overigens feedback gekregen. Maar dat heb ik volgens mij in deze vlog al verteld. Ik weet niet meer precies wat ik allemaal opgenomen heb. Maar ik ga gewoon de 29e nog eventjes knallen. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga nu lekker genieten met Tom. Hè? Ja. En dan zie ik jullie volgende week sowieso uiteraard dinsdag 8 uur op Facebook. Wil je nu weten wat de Facebookpagina is? Kijk dan even onder de vlog. Daar staat de link naar mijn Facebookpagina. Ik hoop jullie snel weer te zien en ik zie jullie volgende week. En dinsdag ga ik heerlijk naar de kapper. Dus tijdens de webinar zie ik er weer fantastisch uit. Nou, tot snel en bedankt voor het kijken. Doei! En dan zwaaien Tom naar de mensen. Doei!